Ja, ja. En dat hij met grootjes is op de film. Ja. En voor de film. Welcome, Royalistic. Ja, jong, mijn haar zit helemaal goud. Mijn stem is ook verneukt. Sam, kom eens even in beeld, want we moeten in het begin maken, weet je wel. Mijn naam is Anko, ik en Sam, jullie kennen ons vast wel. Godsamme. Wil je vaker dit soort dingen zien, doe dan even een duimpje omhoog. Waarom begin ik daar nu al mee? Fuck. Wij gaan naar de Royalistic event en Dylan gaat er spelen. Royalistic uiteraard dus ook, maar ik moet dus ook even filmen voor Dylan. En we beginnen eerst met onze eigen camera en daarna neem ik die van Dylan over. Dus misschien komen we ook nog wat kijkers van jullie tegen. Dus laten we maar even 2,5 uur in de auto zitten. Ja, let's go. Nou, we zijn er. De rustende jager. Perfect. Mooi. Kutvol. Kijk, dit is nou voor mij. Wat is dit dan? Pils. Dat is van de lift, dat is van vroeger. Kijk. Holy shit, alles is wel luxe hier. Ja, gaat ze ook 700. Hé, en patatje. Precies. Holy shit, jongens. Hoppie. Hey, Sien. We hebben de eerste bedden. Nou, we hebben wel een tv'tje hoor, ik moet zeggen. Hoi. Kijk eens. Hier staan nog 4 bedden. Nog 4? Ja. Nog 4. Holy shit. Ik wil boven. Het is ook maar voor 1 nacht, hè. Kijk, dus iets voor jou, Damien. Hey, ik zit lekker ruige verder. Het is alleen puur voor het slapen. Morgen is de Royalistic event. Morgen. Heb je er zin in? Misschien. Hij heeft er misschien zin in. Nou jongens, het is nu ongeveer. Hoe laat is het zo? Hoe laat is het? Volgens mij is het kwart over 2. Wat? Nee man, niet. Flikker op. Oké, ja, dat is waar. Oké, jongens, het is nu al 2:15. Wij moeten eigenlijk fris en fruitig eruit gaan rond... hoe laat gaan we al staan? 9 uur? Of 9 uur of zo. Ik ben ook een gangster, ik heb een petje op en zo. We hebben naar Rico Verhoeven gekeken en dat soort dingen. Jongens, wij vloggen nooit. Dus ik weet nooit wat voor interessants ik moet vloggen. Kijk, Sam ligt lekker op bed. We hebben 2 bedden aan elkaar gedaan, zodat we een beetje tv kunnen kijken. Slapen trouwens hoor. Ik ga niet. Nee. Oké. Okay. Maar jongens, dit was dus even dag 1. Dag 2, dus morgen. En dan zie je mij zo weer zo voor de spiegel staan. Waarschijnlijk zonder dit petje. Nou jongens, komt ie. Het is voor jullie zo weer morgen. Dat zit Sam precies zo. Met andere kleding, ja? Oké, 3. Ik heb geen andere kleding. 3, 2, 1. Zo, toen was het ineens de volgende morgen. Sam heeft nog steeds hetzelfde aan. Nee, alweer. Ja, ik zie dat hij inzoomt. Gaat ie lekker? Nou, doeg, hotel. We staan midden op de weg. Dus, moet even voor de vlog, ja? De rustende jager. Nou, wat zeggen we dan?
Gebakken banaan. Oké, let's go. Holy shit. Wat is het ontzettend druk en wij zitten nog in de auto. We moeten Mike even spotten. Bel hem en zeg dat hij even moet springen en zijn handen omhoog moet doen. Ja, volgens mij wel. Ja, ja, is de, die daar zijn ze hoor. Kijk hem. Ja, hier is Jonathan, kleine pinda. Ja, ja, hier is het. Ah, ze zien hem niet. Ze zien hem. Wacht, ik zoom mijn min. Kijk, daar hebben we Jonathan en Mike. Meer krijgen jullie niet te zien, want Jonathan is nog een onbekend. Oh, we hebben er zin in. Ja, dit is helemaal leuk. Maar wij, kijk dan, hoe druk. Ja, wij zijn zo cool dat we gewoon de halve rij gaan skippen. Ja, jongen. Kijk, waar staan ze? Kijk hoe druk het is, joh. Kijk, kijk echt YouTuber. Je zou nog maar één sub moeten. Hè, Dylan? Zo snel ben ik. Fuck. Ik zit echt een hele stap zo. Ja, Jonathan, die tilt zijn hele been. Heb je zin in? Oh, volgende. Volgende jullie nog? Gekke Mike, jongen. Ik was alleen niet zo meteen mee naar ben. Denk niet wel. Ik heb hier een microfoon nog. Oh, je bent een filmer, ik denk wel. Wat? Ja, weet ik, ga zo naar hem normaal. Nee, hem serieus. Ja, echt hè. We zijn goed gestemd. Wel erachter. Beetje zin in? Nee. Daar heb je Dylan, jongens. Is ook gewoon niet te geloven. Ja, ik heb nooit gedacht dat ik ooit zou bereiken. Dit zou heel erg dan een droom voor mij en misschien wel werkelijkheid. Ah, kijk nou wat lief. Ik neem al twee minuutjes. Ik heb altijd al zitten denken. Wat nou als je echt live een spel gaat spelen voor je eigen publiek? Ik besef ook gewoon niet dat het echt gaat gebeuren. Dit is toch sick? Want ik had gewoon niet zien. Een eigen event waarin ik Fortnite live kan spelen voor mijn eigen publiek. Dat zou toch fantastisch zijn? Ik wil beginnen met het feit dat ik dit ongelooflijk vind. Dat we hier met zo'n bomvolle zaal hier gaan zijn, aanwezig zijn. Ik zie hier allemaal mensen met mijn eigen shirts aan zitten, allemaal Royalistic merchandise. Dikke shout aan jullie allemaal, echt serieus. Het is ongelooflijk, we zijn het allereerste evenement in Nederland die dit gaat doen. Live gamen in de bioscoopzaal. Heel veel mensen hebben me voor gek verklaard. Ze zeggen, Roy, dat kan toch nooit? Wie heeft er nou interesse om jou live te zien gamen? Ze vinden het leuk om het op YouTube te zien. Maar waarom zouden ze nou vet vinden om jou dan ook echt live in een bioscoopzaal of in een theaterzaal zoals dit te zien? Ja, ik dacht erover na. Ik dacht, nou, daar kan je toch best wel iets heel erg leuks van maken. Ligt er helemaal aan hoe je het zelf insteekt, hoe je het gaat aanpakken. Hé, baas, was goed? Ja, top. Zet lekker popcorn te eten. Nee, kijk, het ligt er natuurlijk gewoon helemaal aan hoe je het aanpakt. En ik denk dat ik vandaag iets vets voor jullie ga neerzetten. Ik weet het eigenlijk al zeker. Ik denk dat jullie 50 winst, oh, dat is wel heel erg veel. We gaan het heel erg tof maken. Er komen allemaal YouTubers langs hier. Net al Torben, Fairnews en Games for Real. En misschien komt QC inderdaad ook nog. Hey. Kijk, Robin. Yeah. Jongens. Dat is QC. Ik denk dat het tijd is voor iets leuks. Ik heb hier t-shirts die allemaal mensen staan. Games for Real! Games for Real! Zo. Ready? Ready?
Ik ga daar. Dus we gaan misschien met 50 man. Hoi, Dylan! Je eigen alles, jongen. Oh, oh, oh. Dat is wel even lekker, kan ik me toch wel voorstellen, als je PC-speler bent. Dat is toch wel even lekker. Wat kan ik er rustig doen? Zet daar de stoel in. Shield in. Oh, wil even lachen? Holy shit, wat een hammer! Deze gaat hier staan. Wat een schiet idee. Hoe vet is dat? Dankjewel, man. Echt een super origineel op een serieus, dankjewel. Dankjewel. Heb je zelf een dubbele shot gezien? Oké, goed. Dit huis is hier nog geweest, dus ga ik naar het woonhuis. Okay. Ik heb hier gewoon weer een goed gevoel bij. Ik heb iets van. Ik heb weer van die meeting gekregen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik moet er niet vloek zeggen. Dat is een helemaal concentratiegezicht willen. Oké, okay, jongen. Okay. Fucking lijp, jongen. Echt. We zijn gewoon stiekem naar binnen geslopen. Dat zeg ik wel op de camera, maar het is ons gelukt. Kijk die lama, hoor. Die is fucking lijp. Holy fuck! Woo!
Ja, kom op. Nieuwsuur! Ja, nou wijk hier af en wil je blijven staan. Ja, ik weet het niet. Gewoon die speaker, je moet daar met zijn oren naast staan. Dan gaat het met je oren naast staan. Ja, toch? Filmt hij al? Ja, how lang? Yo, what up mensen, mijn naam is Piet Paulusma, dit is Dylanus. Slecht weer. Het was een leuke dag, de twee dagen. Ik heb geen stem meer, joh. Jezus Christus. Yeah. Dit is Mike. Hi. Dat is Jona. En dit is Team F. Behalve die daar in het midden, maar die is niet zo goed in Fortnite. Nee, hij is uit die van de... Hij is net gecarried. Maar één kill en hij ging ook nog dood ook. Ja. Hij is uit Team F omdat hij slecht is. Hey, jongens. Hey. Doei Dylan. Flip is sexy. Dit gaat zo fout, hè. Nee, kijk. Ja, bijna. Jongens, dit was de vlog. Het was geen vlog, mijn stem is nog steeds kak. We gaan weer naar huis. Damien heeft weer lekker veel snoep en wat dan ook. Die is trouwens gratis meegekomen. Hij is gewoon letterlijk een bandje om zijn arm heen gekregen. En dankjewel voor het kijken, jongens. Tot volgend jaar. Het was weer gezellig. Mooi.